Straks ga je in de gang lopen, hè? Ja, what the fuck? What the fuck? Dan zeg ik, mag ik naar de wc? En wat zegt mijn school? Ja, je moet een kaartje hebben. Ja, ik mag school niet. Mensen, vet dat jullie allemaal kijken. De intro is al geweest en dat is super cool. Want dat betekent dat de video nu gaat beginnen. Vandaag wil ik het dus hebben over school. Ja, het is, school is niet voor mij gelegd, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb eigenlijk best wel een scheidhekel aan school. Het is zeg maar dat je dan wakker wordt en dan hoor je de wekker. En dan denk je van, oh shit, moet ik weer naar school? En dan pak je de fiets en dan moet je een uur reizen naar school. Voor mij is dat lang, oké? Misschien voor jou niet, maar voor mij wel. Kom je helemaal bezweet aan en dan denk je van, nou, lekker naar school. En dan loop je zo in de gangen, weet je wel, als een gangster. Ik zal even een gangstermuziekje onderzetten, zo. Ja, en dan kom je de klas in en dan zegt de mentor, Arthur, je bent te laat. Ja, geen wonder, hè? In Bergsenhoek woon ik en ik heb een school in Zoetermeer, oké? In Zoetermeer. Dat is dus 1 uur reizen. En ja, dat is voor mij veel. Denk je dus dat je een goede school hebt uitgekozen? Dacht ik eerst. Maar dan moet je dus uit boeken werken. Terwijl dat ik in een praktijkschool zit. Like, what the fuck? Serieus? Ik doe wat. Praktijk. En nu in de vijfde, in de vierde en de vijfde krijg je gewoon geen praktijk meer. School, waar ben je mee bezig? En nu gaan ze opeens mij voor een boek zetten. Ik moet eerlijk zeggen dat ik sowieso werken in een boek vind ik niet vet. Vind ik niet lauw. Straks ga je in de gang lopen, hè? Ja, what the fuck? What the fuck? Dan zeg ik, mag ik naar de wc? En wat zegt mijn school? Ja, je moet een kaartje hebben. Je moet een gangpas hebben. Hoe oud zijn wij? Je moet een motherfucking gangpas hebben om even een plasje te plegen op school. De, als ik 3 was, oké, dan had ik nog gezegd, ja, oké, die gangpas, oké, ik begrijp het. 17 mensen en je moet een gangpas hebben. Ja, ik mag school niet. Klaar. Dus ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video. Als jij het nou een vette video vond, doe dan even dat duimpje omhoog. Abonneren is ook altijd fijn, dat is leuk toch? Dan heb je toch weer een abonnee erbij, hè? Dat is leuk, hè? Dat is toch cool? Dat is gewoon vet. Als jij nou een soort van gevoel hebt van, Arthur, je hebt wel een punt. Ja, dan kan je hem altijd delen. Dat is super leuk toch? Dan kan je gewoon op social media, bam bam bam, alles delen. Volg me even op de social media's. Dan kan je stalkberichten van Arthur. Je zit nu in de douche, dat weet ik. Nee, oké, dat hoeft ook weer niet. En ik ga weer, want ik moet de trein halen naar Utrecht, hè? Nee, grapje. Dat is niet waar. Maar dat gaat om... Ja, doei.